Nou, we gaan het nou proberen met onze eigen slang. Want de slang van de camperplaats die was bevroren. Kijk, die heb ik even daar neergelegd. En inderdaad, goed idee van Monique om onze eigen slang even te pakken. Maar die moeten we wel even door laten stromen. Want er zit oud water in natuurlijk. Ja. Oh. Oh, het is wel koud, hè? Kijk, ijs. Ijs. Ja, dan doe ik het toilet even. Maar moet je nagaan, als je hier camper staan, dan is dat best rottig in en uit te keren, hoor. Krap. Rijdt er dichtstbij gelegen weg op. Met al die stenen ook overal. Ik ga er even... Nee, wacht maar. Ja, ik ga nou over die stenen heen. Por favor, is para de falla de dieta de dit en gaan we even lekker eten. Twee koffie en tortillas de toros. De Santo de Basarera voor 7 euro. Nou, dit is de camperplaats. Ze hebben genoeg plek. Het zijn niet al te ruime plaatsen, maar het is wel netjes verzorgd. Hier overal stroom. En helaas, ze zijn vooraan aan het werk. Ja, dat vinden wij natuurlijk echt wat minder gezellig. Nou, er komt weer een grote hond uit. Dat vinden wij wat minder. Herrie. Maar ja, we zullen wel gaan uitbreiden, denk ik. En vooraan heb je dus ook nog een receptieruimte. Wifi. Tot nu toe heel erg goede wifi. Dus
12 euro en 4 euro voor stroom. 4 euro wasmachine, 4 euro droger. En Monique zit al lekker in het zonnetje. En ik nu ook. Ik ga ook lekker in het zonnetje zitten. Ze hebben hier dus ook een zwembad. En wat is dit? Recreatieruimte. Oh. Eens even kijken wat het is hier. Een vendingmachine. Ja, dat denk ik wel. Eentje hier normaal gesproken ook gebruik van mag maken. Nou, daar is het nu geen weer voor. Het ziet er wel heel warm uit. Uit de wind. Oh, het is een prachtige camperplaats. Zie je? Nou, daar komt nog een challenger aan. Broertje van onze. Zo te zien. Het zou nog wel dezelfde uitvoering kunnen zijn. Nou, eens even kijken wat het toilet is en zo. Oh. Opening denk ik van 7 tot 9. Hé, hey, gevonden. Hier kun je afwassen. Wasmachine droger. Dat is voor de heren. Het heren toilet. Douche. Ik heb me laten vertellen dat de douche een euro kost. Ik weet alleen niet hoe het werkt. Nou, hier zijn de toiletten. Ziet er allemaal schoon uit. Dat is fijn. Please, when entering, leaving, close the door. De douche schijnt een euro te kosten, maar ik zie geen muntautomaat, dus ik denk... Oh, de Brookwet tokens. Oh, kijk, hier staat het. 7 minuten heet water. Order in the reception. Ah. Oh. Oh, hoe moet je die token ingooien dan? Ik zie het niet. Nou, misschien gaat het vanuit bij de receptie of zo. Maar ja, wij maken daar geen gebruik van. Nou, that's it. We zijn even op zoek naar de bakker in El Puente. Dat schijnt 500 meter vanaf de camperplaats te zijn. El Puente? Wat is dat? Dat is het plaatsje. Nee, het plaatsje is Curaçao. Ah, wat is dat dan bar? Nee, dit is hem niet. Moet ik rechts links? Ja, rechtsaf. Het ligt langs die weg. Flauwe bocht naar rechts naar Barrio El Puente. Ga ik er ook heen? Denk het ook. Portemonneetje mee. Hé, hey, wie zit er aan mijn billen? Oh. Ja. Hier is de bakker. Zo, nou, jij maar eens kijken. Hallo. Buenos días. Buenos días. Kijk, dat noemen ze nog eens een bakkertje. Echt een oud bakkertje. Nice. Kijk eens even, lekkere dingetjes. Wat lijkt jou lekker? Zullen we een banket nemen? Of ik ga even kijken hoor. Even kijken wat hier allemaal is. Lekkere dingen. Het is allemaal snaaierij. Het is allemaal snaaierij. Nou, lekkere dingetjes gehaald. Adios. Adios.
That looks good. Yes. Do I have to pay now, you? Or later, no problem. Later? Later. Okay. Okay. Later. Thank you. Thank you. Open. Thank you so much. Bye bye. Kijk eens even. Pizza snijder. Jeetje. Kijk, compleet, hè? Hey. Ja. En de borden hebben we er ook bij. Dus kunnen onze busjes gewoon weg. En welk had jij nou? Het is polo, hè? Ja, polo had ik. En ik had cheese. Cheese. Lekker, hè? De pizzeria in huis. Nou. Super. Nou, ben je op deze camperplek? Dan kan je de pizza echt bestellen. Want hij is echt verrukkelijk. Echt waar. Heerlijk. Super lekker. Goedemorgen. Nou, waar ben je nu weer naartoe aan het lopen, zo in de vroege morgen? Maar ik ben onderweg naar de bakker. Eventjes brood halen. Het is vanaf ons plekje ongeveer 600-700 meter. En ik heb geen zin om de fietsen eraf te halen. En het is ook wel even lekker om even een stukje te lopen. Het is, de voorspelling is voor vandaag bewolkt. Nou, dat zie je dus ook wel, denk ik. En tussen 1 en 3 zou het zonnetje een beetje flauw gaan schijnen. En daarna is het weer bewolkt. Nou ja. We hebben natuurlijk gisteren een prachtige dag gehad. Het was echt geweldig. Echt supermooi. Ja, nou, zo'n dag kan er ook tussen zitten. Dus, nou, eventjes naar de bakker, het broodje halen. En voor de rest gaan we eigenlijk niks doen. Nee, we zijn niks van plan. Beetje vast geslapen, denk ik, of zo. Ik kon niet wakker worden. Nou ja. Maar die pizza was trouwens echt lekker. En ik ging naar die man toe, we hadden die bordjes netjes afgewassen. En die pizzasnijder. En ik zeg, wat krijg je van me? 8 euro. Ik denk, hè, hoor ik het nou goed? Zegt hij nou 8 of 18? Dus ik geef hem 50 euro. En ik krijg 42 euro terug. Nou, ik moet je zeggen, ja, het zal wel kloppen. 4 euro pizza. Hij was echt geweldig. Echt geweldig. Dus, nou, ik ga even naar de bakker. En ik zou zeggen, later meer. Maatje, ik moet jou er even opzetten. Je bent zo mooi. Goedemorgen. Ja, ik ben altijd een beetje angstig op een of andere manier. Je zal best lief zijn. Maar toch durf ik je niet te aaien. Ik heb er geen ervaring mee. Zie, het zit potdicht. Echt potdicht. Nou, gaan we nog een stukje lopen. Dos barra por favor. 2 euro. Ja, van die stokbroden. Zijn altijd zo aardig, die mensen. We hebben het wel vaker gezegd. Spanje voelt toch altijd wel een beetje als thuiskomen. Op een of andere manier. Oh, daar gaan de luiken ook open. In die flat tegenover me. Ja, je zal denken, je zal moe zijn. Nou, dat is eigenlijk wel zo. Op een of andere manier. Ik ben gewoon doodmoe. En waarvan? Ik denk dat ik wel weet waarvan. Nou ja, dat hou ik dan maar eventjes voor me. Nee, niet tante corona. Dat hoop ik toch niet. Nee, zo voelt het ook niet. Ik werd wel een beetje raarbakken vanmorgen. Casa de Cultura.
Escolania de Gorizo. Gorizo? Gorizo? Is dat niet een rijstsoort of zo? Ja, ga ik naar een mootje. Dan gaan we lekker ontbijten. Hey, kijk eens wie daar binnenkomt. De warme bakker. De warme bakker. Dupe. Ik hoorde al dat het erg bewolkt was. En dat is het eigenlijk nog steeds. En we zaten maar in de camper en in de camper. En we dachten, wat gaan we nou even doen? En wat blijkt nu? Er blijkt dus gewoon heel dichtbij een leuk dorpje te zijn. Of een pleintje met allerlei winkeltjes. Of restaurantjes. Ja. Dus we hebben gewoon goede geluk. Dus we gaan nu even een hamburgertje eten. En het zonnetje breekt een klein beetje. En kijk eens, het zonnetje komt ook nog door. Nou, hoeveel geluk kan je hebben? Eet smakelijk! Nou, vroeg die man nog aan jou wat, hè? Wat vroeg hij? Wat we nog wilden drinken. Zei jij toen? Een kleine cerveza. Hoe deed je? Zo. Hij zegt krant, nou zo. So. Oh. Nou, daar komt whisky. Daar let op hoor. Een whiskyglas vol. Daar is hij. Genoeg voor papa. Genoeg. Hey. Proost, hè? Proost, hè? Ouwe. Ouwe. Het zonnetje is nog gaan schijnen. We zitten lekker in de luwte van ontmoetingsruimte, noem ik het dan maar. Bij het zwembad. En nou, we voelen ons nog niet geroepen om een duik te nemen, want daar is het te koud voor. Maar, voor de rest... We klagen niet. We zijn lang blij dat we nog een paar uurtjes een zonnetje kunnen meepakken. Was ook voorspeld hoor. Nou, doei.